Hallo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een leuke video voor jullie. Vandaag gaan we naar Reuzel. Vandaag, eigenlijk 1 oktober, is in Reuzel iets te doen. En dat is van Mark Dreuver. Die geeft daar eigenlijk een dagtraining van 12 uur tot 5 uur. Training op jouw techniek, jouw bochtenwerk. Dus dat eigenlijk kort samengevat. En ik heb me daarvoor ingeschreven met nog een maat van mij. En ik ben eigenlijk benieuwd wat dat gaat geven. Ik heb eigenlijk zelf nooit trainingen gevolgd. Dus mij leek het eigenlijk heel leuk om eens een training te volgen. Daarom dat ik er ook een video van maak. Zodat jullie daar ook van mee kunnen genieten. En misschien leren jullie daar ook wat iets van bij. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te filmen. Ook proberen te filmen met de camera. Dan ga ik even vragen als iemand dat voor mij wil doen. Dus ik hoop dat jullie van deze video gaan genieten. Is dat zo, laat dan zeker een duimpje omhoog. En jongens, als je nieuw bent op mijn YouTube kanaal, vergeet dan zeker niet te abonneren als je meer van deze content niet wilt missen. Dus dan gaan we naar Reuzel vertrekken. Ik ga nog wel eerst de motor inladen en dergelijke. En dan gaan we vertrekken. Dus let's go. Mark staat daar aan die kant. We gaan zo meteen hier vertrekken op de baan slingen. Links, rechts. We komen over die bult heen, daar rijden we startveld op. Zie je daar rood-wit lint? Blijf aan de linkerkant van het lint en dan draai je daar bij het TNV-bord. Draaien we linksaf terug naar de opstapje daar en dan blijven we zeg maar op de voorkant van het circuit. Is dat duidelijk voor iedereen? Ja. Oké, okay. Ja, we zitten met wat niveauverschil. Er zit ook een kleintje bij. We proberen wel rekening te houden met elkaar. We zijn hier niet om een wedstrijd te rijden. Het gaat niet om snelheid vandaag. Het gaat meer om de techniek. Daar gaan wij onze aandacht aan besteden. Mocht er vragen zijn, of je zit ergens mee, of je wil iets weten, maakt niet uit wat. Steek je vinger op of kom naar ons toe. Dan kunnen wij misschien extra dingen uitleggen als dat nodig moet zijn. Als je dat wil, als je daar behoefte aan hebt. De baan is vlak. Maar dan nog, eerste ronde even goed uitkijken. Ja, hoe de baan loopt. Zorg dat je de locatie goed onder controle hebt. Dat is nogmaals, ik loop even naar dat bord toe. Wijs ik jullie daar linksaf, mag je rijden. Ja, die kant op. Altijd met jouw vinger op de koppeling rijden, want dan ben je er meteen bij. Doet hij, hey, je bent erbij. Dat is je veiligheid. Nou, kom bij het volgende probleem. Ja, ik heb al een paar schijnbewegingen gezien, maar nog niet helemaal. Drie bochten maken. Drie bochten maken. Hè? Ja. Hier ligt het spoor, dus jongens, hier moeten we winnen. Hier ligt hij. Nee. Zo werkt het niet. Als je nou van bovenaf kijkt, kijk er van bovenaf, hè. Wat is hier nou het beste lijn? Wat is nou het beste? Wat is het beste? Van daar dan. Ja, waarom doe je dat niet dan? Mooi, hè? Altijd dat je. Ik heb een beetje een gave, als ik aan het rijden ben. Ik ken helemaal geen wiskunde, hè, niks, hè. Maar als ik aan het rijden ben,
Hier is de baan van boven. Wat is nou het beste? Ja, we gaan maar één bocht maken, jongens. Want let op wat er nu gebeurt, hè. Jullie maken 1, 2, 3. Jullie maken zoveel bochten. Is totaal niet nodig. Is totaal niet nodig. Ik ga het zo uitleggen. Wat gebeurt er nou? Let op, hè. Want hier ligt toevallig al een spoortje. Ik ga jullie precies uitleggen waarom dit is. Zijn de bochten nog in aan het gaan? Geen gas, hè. Er zijn nog geen gas aan het geven. We gaan er wel. Hier gaan we gas geven. Ja, hier gaan we gas geven. Daarheen, dan gaan we daar nog sturen en dan gaan we naar die pijl kijken. Zo, moeten we naar de spoor kijken. Meteen naar de pijl. Daarna komen we meteen bij het eerste. Belangrijkste, nummer 1 is kijken. Waar moet ik heen? Ja, waar moet ik heen? Hierheen. Zie het verschil? En dan zeg ik, ja, maar ja, ik kom daar toch zo. Ja, dat klopt. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 bochten. Word je moe van, hoor? Word je moe van? Maar we gaan eerst de kijkerpion uitzetten, we gaan eerst alleen de lijn rijden. Je hoeft voor de rest nog niks te doen. En die vinger op de koppeling, hè? Anders hangt hem eraf. Ja, hoppakee, agressief, gas erop, wap! Ja, dus dan doe je heel veel energie in iets duwen wat eigenlijk niet echt heel veel oplevert. Snap je? Ja. Begrijp je wat ik wil zeggen of niet? Kijken, nadenken. Ja? Kijken, nadenken. Het is beter om hier al iets eerder van die wal af te draaien. Dan staat die motor al recht, dan sta ik in rechte lijn. En dan kan ik dadelijk iets, dan kan ik nog kiezen wat ik doe. Maar als ik daar rijd, dan moet ik me daar gaan draaien en dan kan ik niks meer. Dan duwt die motor jou de verkeerde richting in. Stappen jullie nou of niet wat ik zeg? Maar, er zit wel een maar aan.
als je de binnenbocht pakt, ja, dan moet je op de afloop springen. Ja, want je moet je klaarmaken voor de kop. Maar hoe ga je nou deze buitenbocht pakken? De bocht daarvoor, als je die natuurlijk blijft volgen, ga je veel harder dan dat je hem af moet steken. Hè? Toch? Ving op de kop in houden. Als je hem af moet steken. Dus, je kan ook de lucht gebruiken, de airtime, om naar buiten te komen. Snap je wat ik bedoel? Dus je pakt de bocht, paap, en je gebruikt de bult om naar de buitenkant te komen. Snap je dat? Snap je dat? Dus dat gaan we nu als eerste doen. Naar volgen. Ook die bult. Die kan je dus gewoon zo spread springen als je wil, hè? Want we gaan naar de buitenkant. Ja? Dus dan kan je veel verder springen. Je hoeft niet op je afloop te landen. Ja? Pak maar de buitenkant. Ja, kom op. Hey, de schakel terug in de lucht. Ja? In de lucht terugschakelen. Want als jij een hoge versnelling hebt, dan wil jouw motor, die komt uit zijn vering, die wil harder, 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 harder. Dat wil jij niet. Dus wat ga je hier weer doen? Heel het achterwiel blokkeren. Heel het achterwiel blokkeren. Ja? Dus jij geeft gas. En wat gebeurt er als jij je achterrem pakt? Je trapt op je achterrem, wat doet die motor dan? Je doet dit, hè? Maar dat wil je niet. Want dan ga je zo. Rechtsaf, linksaf. Ja? Vooral rechtdoor ga je. Nogmaals. Jij. Dat is die motor, hè? De motor doet wat jij zegt, wat jij wilt dat hij doet, hè? He, dus heel vaak is je fout, maar dat doe je zelf, hè. Jij zit tegen de motor, je moet dit doen, nou dat doet hij dan. Ja, dat moet je niet, ja, dan moet je anders zeggen tegen de motor. Nou, wat gaan we doen? Springen. Op de afrit ga ik je terug. Je houdt de boom open. Je mag nooit met de geblokkeerde achterrem remmen. Nooit, 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 nooit. Je achterwiel mag niet blokkeren van het remmen. Dat mag niet. Nooit. Ja? Maar door die techniek die ik nou vertel, hoef je achterin bijna niet te gebruiken hier. Het is veel harder, jongen. Waarvoor is dit? Waarvoor is dit? Waarvoor is dat? Zo de bocht in, hè, jongens. Ja? Dus je komt aan, je schakelt terug op de plek waar ik zeg. En je moet hem hoog houden, hè. Voor lichten. Licht houden voor. Ja, dan gaat hij er zo doorheen. Maar dat is nog, we zijn nu even hier nog, ja? Dus terugzaken op de bult. Dat hoort er ook bij. Ja. Tweede keer dat mijn membraan afbreekt. Tweede keer. Ja. Ik denk dat het nog een heel membraan wordt. En dan zijn we eigenlijk thuis na een hele leerzame dag. En eigenlijk eerlijk gezegd, ik had deze verwachting ervan niet eigenlijk. Omdat ik ging er een beetje vanuit, omdat het een groep is, dat je wat minder leert eigenlijk. Als dat je bijvoorbeeld alleen met de trainer zou zijn. Eigenlijk kort gezegd, als je heel goed oplet en je doet gewoon wat er gevraagd wordt. En je let goed op uitleg op. Dan leer je eigenlijk heel veel bij en dan gaat het eigenlijk allemaal een beetje vanzelf goed.
je hebt een paar keer nodig om het misschien in één keer goed te doen. Maar stap voor stap. En als je gewoon, kort gezegd, heel goed oplet. En je doet gewoon de oefening wat, hoe het gevraagd wordt. En je luistert goed naar hem. Dan komt het allemaal helemaal in orde. En dan kan ik het ook weer afvinken van mijn lijstje dat ik eigenlijk een training heb gevolgd. Want van tevoren heb ik eigenlijk nooit geen training gevolgd. Dat heb ik wellicht ook in het begin van de video gezegd. Maar van tevoren deed ik eigenlijk altijd bij anderen een beetje afkijken. En qua techniek van de snellere rijders een beetje kopiëren, overnemen, proberen toch. En dat lukte vrijwel goed. Maar nu dat ik eigenlijk een training heb gevolgd van Mark de Reuver en Henry Verstappen. Dan zie je zelf eigenlijk toch wat je dan gemist hebt van qua techniek. Of waar je op kan letten. Of hoe je de bochten moet gaan. Welke houding je moet aanhouden. Wat je allemaal moet doen. Hoe je de bocht moet nemen. Hoe je het moet bekijken. Er komt eigenlijk best wel veel bekijken. Nu, er zijn veel bij die motocross doen en die rijden gewoon. Maar ja, goed. Er zit een hele techniek achter. Sommigen zeggen van dat dat niet is, gewoon rijden en plezier hebben. Dat is ook. Ik heb ook heel veel plezier. Maar ik vind het ook wel leuk dat ik wat techniek kan toevoegen. Dat het rijden ook weer iets gemakkelijker maakt. Dus dat. En eigenlijk op laatste dat de motor ermee ophield, vond ik eigenlijk kut. Want ja, het klonk eigenlijk op laatste gewoon als een tractor. Rut. Wat liep die huske van? Toch weer kut. Hij liep op een gegeven moment, zo half midden de dag, begon hij ook al een beetje slecht te lopen. Toen heb ik hem wel wat anders afgesteld. Toen was het wel weer beter. Maar het werd eigenlijk steeds slechter en slechter en slechter. Dus ik moest meer mijn koppeling gaan gebruiken in de bocht. Omdat hij zijn vermogen verloor. Maar dat kwam dus omdat de membraan eigenlijk stilaan af en blodder was. En uiteindelijk is afgebroken. Dat was dus het grootste probleem van het einde van de dag. Dus gewoon dat mijn membraan was afgebroken. Dat is eigenlijk de tweede keer dat ik het voor heb gehad. Sinds dat ik een nieuw membraan had. Dus daar ga ik even kijken wat dat probleem is. Dus voorlopig ga ik de origineel er nog in zetten. Moest er een nieuwe in komen, dan laat ik jullie dat wel weten. Maar voor nu gaat de origineel erin, want anders blijf ik bezig. Dus dan ga ik even verder onderzoeken wat daar een probleem van is, dat iedere keer afbreekt. Dus ik hou jullie op hoogte. Maar eigenlijk, buiten dit allemaal, het was een mooie dag. Een mooie afsluiter eigenlijk. Jammer dat ik niet heel de training heb kunnen volgen. Wanneer ik ben uitgevallen, was eigenlijk de training bijna gedaan. Ik denk dat er nog maar 10 minuten getraind werd, dus gelukkig heb ik heel die dag kunnen volhouden, want anders was het zonde geweest. Maar nu dus, dan sluit die video bij af eigenlijk. En als je zelf eigenlijk een training wil volgen van Mark de Reuver, dan zal ik een linkje in de beschrijving zetten naar zijn Facebookpagina. Daar wordt eigenlijk alle informatie gegeven als jij je wil inschrijven voor een training. Dus wil je dat doen, check dan zeker het linkje in de beschrijving. En jongens, dan sluit ik bij deze ook de video af. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vind je deze video leuk? Laat eens een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn YouTube kanaal en wil je niks van mijn missen, geef dan vergeet dat zeker niet te abonneren. En jongens, dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Laters!